Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op een later moment aan ons verbonden is, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Van der Ree. De schriftlezing vanmiddag is uit 2 Korinthe 8, vers 1 tot en met 9 en 2 Korinthe 9. Het thema van de dienst is God dienen met je geld. De collectes voor vandaag zijn eerste collecte voor de kerk, tweede collecte kerkelijke kas, pastorale gezondheidszorg en de derde collecte voor de poster. Collectes zijn over te maken op de door u bekende digitale manier en voor gasten is er de mogelijkheid een bijdrage te doen in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 43, vers 3 en 4 en de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 68, daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer en hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Het volk Israël moest altijd blijven gedenken dat de Heere hen uit Egypte had verlost en door de woestijn heen had gebracht in het land Kanaan. En daar mocht wonen en daar ook zich in de Heere mocht verheugen. En wanneer je blijft bedenken dat datgene wat je hebt ontvangen, dat dat van God afkomstig is, dat dat zijn zegen en zijn genade is, dan maakt je dat ook dankbaar tot hem. En zo moeten wij ook dat altijd blijven bedenken. We zingen het met Psalm 68, het vijfde vers. Vanmiddag worden wij herinnerd aan wie de Heere is en wat hij gedaan heeft, zijn machtige daden in de geschiedenis. En we belijden ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de apostolische geloofsbelijdenis. En willen daarna met elkaar zingen uit Psalm 68, nu het 17e couplet. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel.
die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu bidden om zegen van de Heer in deze dienst bij de opening van zijn woord. Heere, onze krachten zijn inderdaad van u alleen. Dat mogen we en moeten we belijden aan het begin ook van deze tweede dienst van vandaag. Wij danken u, Heere, dat u ons opnieuw heeft samengebracht en dat we zo samen ook mogen zingen, dat u in ons midden bent, dat we op mogen gaan naar uw altaren, zoals de Israëlieten dat ooit deden, Heere, om in de tabernakel en de tempel u te loven en te prijzen. En Heere, ook wij mogen samenkomen op een plek waar u ons verwacht, waar we elkaar verwachten, hier in dit gebedshuis. En we komen samen, Heere, om u de eer te brengen en uw woord tot ons te laten spreken. En Heere, dat is een belijdenis waarmee we het moeten erkennen dat wij geen kracht en hulp van onszelf of van anderen zouden kunnen verwachten, maar alleen van u. U die een God bent, zo heeft u uzelf laten zien in de geschiedenis. Een God vol van genade, vol van rechtvaardigheid, vol van heerlijkheid en majesteit. Heere, hoe zouden we voor u kunnen bestaan als u met ons zou doen naar onze zonde? Heere, dan gaan wij verloren. Dan is er niets wat ons zou kunnen weghouden om ten onder te gaan in al datgene wat wij tekortschieten. Maar Heere, u heeft uzelf geopenbaard en u hebt uw Zoon gegeven opdat we onze hoop zouden stellen op de genade van u, Heere Jezus Christus. En Heere, dat mogen we doen. En laat dat ook ons verlangen zijn als we hier vanmiddag samen zijn. Werk in ons dat verlangen, Heere, door uw Heilige Geest. Om daadwerkelijk ons leven aan u te verbinden met ook alle gevolgen die dat dan mag hebben voor de heiliging van ons leven, voor de wijze waarop we dat leven dan ook inrichten. Heere, geef ons daarin wijsheid om in deze tijd vandaag u te dienen en lief te hebben, om daarin ook te leven naar uw woord. Er is zoveel in ontwikkeling en in beweging. Heere, hou ons
dicht bij dat woord van u. Opdat we van daaruit de weg mogen gaan die u ons wijst. Persoonlijk, als gemeente, als kerken. Ja, Heere, laat heel uw koninkrijk over deze wereld verspreid. Uw woord als kompas mogen hebben. Heere, we belijden ook voor u dat dat soms ingewikkeld is. Want dan komen we in allerlei situaties waarmee we te maken hebben. Dan horen we van allerlei dingen waarover we nadenken. En Heere, dan ontbreekt ons de wijsheid, soms ook de kennis van uw woord. Heere, wilt u dat in ons vermeerderen? En kom met uw Heilige Geest, Heere, u zegt het immers zelf. Dat als het ons aan wijsheid ontbreekt, dat we die van u mogen vragen. Heere, wilt u dat ook doen vanmiddag? Als we vanmiddag mogen luisteren naar hoe we met heel ons leven ons aan u mogen verbinden. En dat ook gevolgen heeft voor de manier waarmee we omgaan met dat wat u ons heeft gegeven. Aan voorspoed, aan welvaart, aan middelen. Heere, wij bidden u. Laat uw Heilige Geest in spreken en luisteren met ons zijn. En dat we zo ook in deze dingen mogen leren en mogen zien de weg die u wilt dat we gaan. En dat we die ook met vrijmoedigheid en met blijmoedigheid mogen gaan. Heere, wij bidden u of u wil zijn met uw kerk wereldwijd. En ook hier ter plaatse in Veenendaal of in de plaats waar we wonen. Omringende dorpen, laat uw koninkrijk worden uitgebreid. Heere, wij bidden om uw zegen voor het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u voor uw zegen voor het werk onder uw volk Israël. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen, ook op plaatsen waar het nog niet eerder kwam. Laat het mogen komen ook in harten van mensen, Heere. Dat velen mogen komen om u, Heer Jezus Christus, te aanbidden in heerlijkheid. Zoals u in uw heerlijkheid bent. Wij bidden u, Heere, voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Wilt u ook hen uw zegen geven? Wilt u met een ieder zijn die een taak in of rondom deze dienst heeft? Geef wat nodig is. Wees met onze kinderen. Wees met onze jongeren. Heere, wij bidden u voor ons allen. Geef dat we uw woord vanmiddag mogen ontvangen als een leefregel van dankbaarheid. Om u de eer en dank te brengen. Heere, zo bidden wij tot u. Hoor naar onze gebeden in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Jongens en meisjes, jullie weten denk ik wel wat dit is. Of misschien weet je het ook wel niet. Dat zou ook nog kunnen. Want ik had hier pas geleden een klas op bezoek van de Johannes Calvijnschool. Met nog jonge kinderen, dat wel. Maar die wisten het niet allemaal meer. Wat dit was. En als je het niet weet, dan begrijp ik het ook wel. Want het is al een tijdje geleden dat we deze in de kerk gebruikten. En voor kinderen is dan 2 jaar en nog wat maanden is dan best lang. 3 jaar is het eigenlijk. Jongens en meisjes, dit is een collectezak. En vroeger gebruikten we die altijd in de kerkdienst. Als dan de preek was geweest, dan gingen we zingen. En dan gingen de diakenen voorafgaand aan de laatste psalm die we zongen, gingen de diakenen de kerkzaal door en die hadden dan die zakjes bij zich. En je ziet ze hier aan de zijkant in de kerk ook nog hangen. Er zijn er nog veel meer. En dan begonnen ze achteraan en dan gaf je dat aan elkaar door. Iedereen die nam zo dat zakje en die deed daar wat in. Wat deed erin? Nou ja, geld. En de kinderen hadden dat dan vaak van hun vader en moeder gekregen. Geld of soms ook zo'n plastic muntje. En dat deed je erin en dat was de collecte. Dan haalden we dus geld op met elkaar. En waarom doen we dat eigenlijk? Want we gaan het namelijk weer doen. Vandaag nog niet. Maar binnenkort wel. Als het juli is. Waarom gaan we dat nou weer doen?
Nou, dat heeft ermee te maken, jongens en meisjes, dat je op deze manier kunt laten zien, ik zal het maar eenvoudig voor jullie zeggen, dat je van de Heere God houdt en ook dat je voor andere mensen wil zorgen. Want dat geld dat we ophalen, dat is daar natuurlijk voor bedoeld. Voor bedoeld dat we de dingen hier in de kerk kunnen doen en kunnen blijven doen. Dat als er een keer wat kapot is, dat we dan iets voor daarvoor in de plaats kunnen kopen. Of dat er geld is voor jongeren of juist ook voor ouderen. Maar we collecteren vaak ook voor mensen die arm zijn. Of voor mensen die iets heel ergs hebben meegemaakt. Die ergens in een land wonen waar bijvoorbeeld een natuurramp is geweest. Als er een hele grote storm is geweest, een orkaan of overstromingen zijn geweest. Dan halen we geld op en daarmee mogen we die mensen daar dan helpen. En dat past heel goed bij waar het in de Bijbel over gaat. En daarom hoort dat ook bij een kerkdienst. De Heer Jezus die heeft namelijk alles voor ons gegeven. Die heeft zijn leven voor jou en voor mij gegeven. Dat jou en mijn zonden zouden worden vergeven. En dat we niet verloren zouden gaan, maar dat je zalig wordt. En als hij nou zoveel voor ons gegeven heeft. Als hij nou zoveel van ons houdt. Nou, dan mogen wij ook iets teruggeven. Iets geven voor hem, voor de dienst aan hem, voor de kerk. En ook voor andere mensen. Dat we hen ook lief hebben. Juist als we ook met elkaar in de kerk zijn. De gemeente, daarover gaat het vanmiddag in de preek. De laatste preek in de serie over de onderdelen van de liturgie. En ik heb er ook iets in het pneeuwcontact al over geschreven. Ik heb u eerder ook een keer vanaf deze plaats gezegd dat ik dit onderwerp wat had opgespaard. Omdat dat ook te maken heeft met de plannen die we al in de kerkraad hadden voor financiële huishouding van onze gemeente. Daarover heeft u wat kunnen lezen in het pneeuwcontact dat deze week verscheen. U ontvangt daar binnenkort ook nog een brief over op elk adres namens de kerkenraad. Er is ook op de gemeentevergadering iets gedeeld. Maar dat kan misschien allemaal wat zakelijk overkomen. De collecte in de dienstgemeente en dat wij geven van onze gaven is ten diepste een geestelijke zaak. Het gaat over het leven van en door de Heilige Geest voor het aangezicht van God. En daar gaat het dan ook vanmiddag over. Daarom is het ook een onderdeel, moet het een onderdeel zijn van onze kerkdiensten, van onze liturgie. Liturgie, dat betekent onze dienst aan de Heer. Nou, daar ga ik straks wat meer over zeggen in de preek. We lezen met elkaar twee gedeelten uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. 2 Korinthe 8, vers 1 tot en met 9 en daarna 2 Korinthe 9, het hele hoofdstuk. En na de lezing van deze gedeelte zingen we uit Psalm 146, daarvan vers 3, 4 en 5. 2 Korinthe 8 vanaf vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen. En uit eigen beweging. En ze smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Zo hebben we dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genade gaven bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis, en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En dan lezen we ook 2 Korinthe 9.
Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. Want ik weet van uw bereidwilligheid waarover ik u roem bij de Macedoniërs. Namelijk dat Achaïe al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen aangestoken. Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken, opdat u, zoals ik zei, gereed bent. Opdat niet misschien als er Macedoniërs met mij meekomen en zij u niet gereed vinden, wij, om niet te zeggen u, beschaamd worden in dit vertrouwen op onze roem over u. Ik acht het dus nodig de broeders aan te sporen, eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Thank you.
Als antwoord op de verkondiging van Gods woord zingen we uit Psalm 72, het 7e en het 8e vers. Psalm 72, 7 en 8. Gemeente, de tekst waar we vanmiddag naar luisteren vindt u in 2 Korinthe 9, vers 6 tot en met 8. En dit zeg ik, wie karig zaait zal ook karig oogsten en wie zegenrijk zaait zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Thema voor de preek is God dienen met je geld. Twee gedachten, eigenlijk direct ontleend aan vers 6. Niet karig en met tegenzin en wel vrijmoedig en blijmoedig. Gemeente van Christus, het gebeurt meestal zo rond etenstijd, althans dat is mijn ervaring. Een uur of zes, half zes, maaltijd is opgediend en je zit net aan tafel en dan gaat de bel en je doet de deur open en daar staat een vriendelijke meneer of mevrouw met zo'n donkergroene geldbus. En meteen weet je wat het is, iemand komt langs om te collecteren voor een goed doel. Meestal verraadt de bus al waarvoor die persoon langskomt. Er zit een sticker op of een kaartje. En de vraag wordt je gesteld, heeft u iets over voor de Hartstichting? Heeft u iets over voor ZOA? Stel je voor, jongelui, dat jij degene was die van tafel was gelopen om de voordeur open te doen. Wat zijn dan je eerste gedachten? Hoe reageer je? Het kan zomaar zijn dat je iets van irritatie voelt. Zit je net lekker te eten? Staat er zo'n collectant voor de deur? En misschien heb je die irritatie wel opgelopen, omdat je dat bij je ouders ook altijd ziet, als zij de deur open doen. Ja, dat was weer zo'n collectant. Misschien zeggen ze wel, het wordt de laatste tijd veel gekker. En ze komen inmiddels niet meer voor geld, maar ze willen dat ik heel vaak wat overmaak, een soort abonnement. Je kunt ook iets van argwaan voelen. Zeker als er iemand langskomt met een collectebus met daarop de naam van de instantie waarvoor die komt en je kent die instantie helemaal niet. Waar is dat precies voor? Om wat voor organisatie gaat dat eigenlijk? En misschien gaat in je hoofd wel een alarmbelletje af. Hoor je daar niet vaak over dat er nepcollectanten langs deuren gaan? Ze vullen alleen maar hun eigen zakken. En wat ook kan, gemeente, dat is dat je onverschillig bent. Oh, daar is weer een collectant en nou ja, je pakt je portemonnee en je doet wat in de collectebus, wat kleingeld voor de moeite. Zo iemand die doet toch maar moeite om al die deuren langs te gaan en je doet gauw de deur weer dicht en je gaat weer verder met de maaltijd. Kijk, het kan natuurlijk ook anders. Je kunt natuurlijk ook, als een collectant voor je deur staat, eens nadenken over het doel. En dan wel of niet je portemonnee pakken om iets in die bus te doen. Bewust geven dus. Bewust geven, dat is geven met je hoofd en met je hart. Maar gemeente, hoe vaak geven wij eigenlijk op die manier? Hoe doen we dat eigenlijk ook in de kerk? Want hier in de kerk gaan we dat dus ook weer doen. Collecteren. Anders dan voor die tijd, daar kunt u van alles over lezen. Maar we gaan dat weer doen. En we doen het al een tijdje niet meer. Overblijfsel uit coronatijd. Voor die tijd dan gingen twee keer de collectezakken rond en bij de uitgang ook nog een keer. En daar stopte je dan je geld in of zo'n mooie gekleurde collectemunt. Je had ze in verschillende kleuren voor verschillende waardes.
Maar toen kwam corona en dat ging op dat moment niet meer. Waarop de kerkenraad u als gemeente vroeg, wilt u uw collectegelden, die we anders op die manier inzamelen, wilt u die niet overmaken via een bankoverschrijving? En velen hebben dat ook ruimhartig en blijmoedig gedaan, mag ik aannemen. Maar toen was er wel wat veranderd. Die collectezak. Dat moment in de kerkdienst dat hij gewoon bij je langskomt. Dat je hem ziet. Wat je via de bank doet, dat blijft toch allemaal, ja, onzichtbaar. Dat stel je soms ook in op een bepaalde manier, dat het allemaal automatisch gaat per maand. Maar die collecte. Dat je letterlijk je portemonnee tevoorschijn trekt. Iets van je geld geeft aan kerk, aan diaconie, aan een noodhulpcollecte, wat het dan ook maar is. En nou kan het zijn dat u zegt, ja, maar ik mis dat moment nou niet bepaald, want het duurde altijd wel een tijdje voordat die diakenen de kerkzaal door waren gelopen en de collectezakken hadden uitgedeeld en weer ingenomen. En het is toch wel handig ook om dat gewoon via de bank te doen. Dat je dat gewoon maandelijks automatisch doet. En het kan ook zijn dat u zegt, ja, dat geld in zo'n kerkdienst, hoort dat er nou eigenlijk wel bij? Het gaat hier toch eigenlijk over het evangelie? Het gaat hier toch over het woord van God dat naar je toe komt door de prediking en in de sacramenten van doop en avondmaal. En dat klinkt door in onze psalmen, in de liederen. Dat is toch waar het om gaat, gemeente, om het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat je dan aan het eind van een dienst zo'n collectezak langs krijgt. Werkt dat misschien niet juist een beetje verstorend? Is geld niet een noodzakelijk kwaad in de wereld en dan zeker ook in de kerk? Nou, gemeente, daar is meer over te zeggen dan alleen maar dat je het vanuit praktisch oogpunt zou benaderen. En er is ook meer te zeggen over geld en goed en hoe zich dat verhoudt tot het evangelie. Meer dan dat je alleen maar zou zeggen, ja, geld en goed, dat hoort bij de mammon. Dat is de God van het geld, dat is afgodendienst. Zeker dat kan het geval zijn. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook onderwezen aan ons. In Matthäus 6 leert hij, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de een en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En dan vervolgens zegt hij dat je niet bezorgd moet zijn over wat je eten of drinken zult of waarmee je je kleden zult. Geld en goed kunnen inderdaad wel degelijk een afgod voor je zijn, voor je worden. Dat je er zo van in de ban raakt, dat het je hele denken en doen beheerst. Ja, en dat kan ook gelden in de kerkgemeente. Er zijn voorbeelden van kerkdiensten waarbij wel erg veel nadruk wordt gelegd op het geld, op de collecte. En ook tijdens pastorale bezoeken misschien. Dat er van je verwacht wordt dat je toch vooral grote bedragen geeft. In Amerika was er ooit een predikant die het aandurfde om een rondgang door zijn gemeente te houden voor de aanschaf van zijn zoveelste privévliegtuig. Maar er is ook een andere kant, bijbelse kant. Want u kent ook het verhaal ongetwijfeld van het penninkje van de weduwe. Jezus gaat tegenover de offerkist zitten in de tempel, die stond daar namelijk. Een offerkist waar je geld in deed. Het volk Israël werd gevraagd om offers te brengen, de tienden te brengen, financiële offers. Maar dan ziet Jezus dat veel rijken veel geld in de offerkist gooien, maar er is ook een arme weduwe. En die gooit twee kleine muntstukjes in de offerkist. Het stelt niet veel voor. Maar dan roept Jezus zijn discipelen bij elkaar. En dan gaat hij ze onderwijs geven. En dan zegt hij, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed.
Maar zij heeft gegeven van haar armoede alles wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Weet je, wij worden geroepen om God de Heere ook te dienen met ons geld. Ik heb u al eerder uitgelegd dat alle onderdelen van een kerkdienst eigenlijk verwijzen naar hoe wij de Heere God mogen dienen en liefhebben. Nou, dit hoort er ook bij. Het brengen van offers hoort bij de eredienst in Israël, bij de tabernakel en de tempeldienst. Het hoort bij de diensten in de synagoge en in het verlengde daarvan ook in onze kerkdienst. Een onderdeel waarbij van de liturgie waarbij aan u, aan jou wordt gevraagd of je iets te geven hebt. Van je voorspoed, of misschien juist ook wel van je tekort, kun je iets afzonderen, iets heiligen, als een offer van dankbaarheid voor de Heer. En gemeente, in het Oude Testament werden die offers gebracht in de betekenis van, werden de offers gebracht in de betekenis van zonder offerdier, dat in jouw plaats wordt geslacht, kun je voor Gods aangezicht niet komen? Nou, dat is niet meer zo. Christus is eens en voorgoed gestorven. Hij wilde sterven in onze plaats. En toch wordt er ons gevraagd om offers te brengen. Offers van je inzet in zijn gemeente, offers van je tijd, van fysieke inspanning om een klusje te doen voor een ander. Offers van aandacht voor een ander. Ja, en ook offers van financiële aard. En gemeente, dan kom ik bij het gedeelte dat we hebben gelezen. Want nou vraagt Paulus daar de Korintiërs ook om. Hoe komt dat eigenlijk, dat hij het daar zo uitgebreid over heeft? Want dat is het grote thema in de hoofdstukken 8 en 9, die collecte die hij houdt. Nou, dat heeft er allereerst mee te maken dat hij een inzamelingsactie op touw heeft gezet. Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament lezen we daar al over. En al bij de uitzending als apostel had Paulus het samen met Barnabas moeten beloven. Dat hij de moedergemeente in Jeruzalem zou blijven gedenken in hun zorg. En nou is Paulus op zijn tweede en op zijn derde zendingsreis en nou gaat hij verschillende gemeentes langs om geld in te zamelen. Want in Jeruzalem is grote nood gekomen onder de christenen daar. De gemeente daar heeft te maken met vervolgingen. En veel christenen zijn daarom uit Jeruzalem weggevlucht. Maar zoals dat dan gaat, dat zijn vaak de jongere mensen, die kunnen inderdaad op de vlucht. Maar de ouderen, de kwetsbaren, de minder mobiele mensen, die bleven achter. En dat had ertoe geleid dat er grote armoede was ontstaan in de gemeente. En kort geleden was er ook nog een hongersnood geweest. Er waren misoogsten geweest en daardoor waren de voedselprijzen torenhoog geworden. Nou ja, we maken er vandaag ook iets van mee, toch? En nou maakt Paulus er werk van. Hij ziet de nood van de christenen in Jeruzalem. En dan gaat hij de gemeentes langs om geld in te zamelen. Niet alleen de gemeente van Korinthe. Hij heeft ook al geld ingezameld in Macedonië, de landstreek. Daar lagen gemeentes als Filippi en Thessalonica en Berea en Achaïe. En die hebben al vrijmoedig gegeven. Maar nu roept hij ook nog eens de Korintiërs ertoe op om te geven. En gemeente, nou heeft Paulus dat in zijn eerste brief ook al gedaan. In 1 Korinthe 16 kunt u daarover lezen. Dan is het eigenlijk zo'n terloopse opmerking aan het einde van zo'n brief. Zoals je dat aan het eind van de brieven vaker leest. Dan zijn er nog allerlei vermaningen. En dan doet hij nog de groeten aan allerlei mensen. En dan staat er ook dat hij het advies geeft aan de gemeenteleden in Korinthe. Dat ze op de eerste dag van de week, op zondag, iets opzij zullen leggen om op te sparen. Dat wat in je vermogen ligt, schrijft Paulus daar. Opdat als hij dan langskomt in Korinthe, het allemaal klaar ligt. En dan zal hij ervoor zorgen, zal ik meenemen, en dan zal hij ervoor zorgen dat het in Jeruzalem komt. Maar gemeente, soms dan kunnen kleine dingen die terloops worden gezegd, ja, grote gevolgen hebben. Nare gevolgen.
En misschien juist ook wel als het over geld gaat. Want er is nog een reden dat Paulus in zijn tweede brief het niet afdoet met wat opmerkingen aan het einde, maar twee volle hoofdstukken het erover heeft. Want die oproep uit zijn eerste brief is nou niet erg goed gevallen daar in Korinthe. Er zijn Paulus onrustbarende berichten ter oren gekomen die ervoor hebben gezorgd dat hij onaangekondigd een bezoek heeft gebracht aan de gemeente in Korinthe. Maar dat bezoek is niet fijn verlopen. Tijdens dat bezoek is hij namelijk rechtstreeks aangevallen vanuit de gemeente. Dat hij een onbetrouwbaar persoon zou zijn, een charlatan. Dat nare voorval heeft Paulus duidelijk gemaakt wat er precies in de gemeente van Korinthe leeft. En dat heeft vermoedelijk ook te maken gehad met die collecte. Want gemeente, geld in de kerk, dat is soms best een spannend onderwerp. Ik zeg het u maar eerlijk. Als je als dominee de mensen zou oproepen om vrijmoedig te geven, en als je als tekst een als je als preektekst een tekst kiest als vers 6, u kunt het zomaar misverstaan vanmiddag. En je kunt ook zomaar een verwijt krijgen. Ah, die dominee is uit op een hoger traktement of zo. Of als een kerkenraad de gemeente oproept om, als dat mogelijk is, naar vermogen wat meer bij te dragen aan de VVB. Ja, dan kan het zomaar zijn dat in je naar boven komt, ja, nou, dat doen anderen maar, ik niet hoor. Ze willen hun eigen plannetjes betalen, mij niet gezien. Of als een synode gemeentes oproept om een paar euro per lid per jaar meer af te dragen aan het werk dat we gezamenlijk als christelijke gereformeerde kerken mogen doen, in zending, in evangelisatie, in diaconaat, in ondersteuning van kleine kerken, in het onderhouden van predikanten die met emeritaat zijn gegaan, en ga zo maar door. Ja, dan komt er soms ook zomaar weerstand bij je op. Ik weet niet waar het heen gaat. Niet namens mij. De Paulus heeft er ook mee te maken gehad. Met die gevoeligheden die wij soms kunnen hebben. In Korinthe wordt hem verweten geld in te zamelen, maar het eigenlijk in eigen zak te steken. Waarschijnlijk zijn het sofisten geweest. Die zijn bekend daar in Korinthe. Dat zijn een soort filosofen waarbij die gewoon op de markt staan. En daar kun je naartoe gaan en dan kun je aan ze vragen om raad. Maar dan moet je wel tegen betaling doen. Nou, is Paulus als apostel ook niet gewoon iemand die bij je langskomt, die hem, zeg maar even, oneerbiedig gezegd, maar een mooi verhaal houdt, het evangelie verkondigt, maar dan ondertussen zijn eigen zakken ermee vult. Weet je, waarschijnlijk is dat het onderwerp van conflict geweest. En nou is dat conflict in de tijd dat hij die tweede brief schrijft al wel weer wat bedaard, maar je merkt dat het nog wel gevoelig ligt, een open zenuw. Wat ook de reden is dat hij in deze hoofdstukken er heel wat woorden aan wijdt. Heel voorzichtig zijn woorden kiest. Het ene zegt en dan meteen ook weer erachteraan zegt, maar denk nou niet dat ik dit zou bedoelen. Kunt die hoofdstukken erop nalezen. Maar tegelijkertijd roept Paulus zijn lezers ook op vrijmoedig en niet karig te zaaien, maar juist zegenrijk. Dat wil zeggen overvloedig. Weet je, waarom roept niet alleen Paulus, maar via hem de Heere God zelf ons er ook toe op? Om ook met onze financiële gaven en mogelijkheden hem te dienen en om te zien naar anderen. Waarom kun je daar toch open en eerlijk om vragen, met alle voorzichtigheid? Nou, dat is dus omdat je ook met je geld God en zijn koninkrijk mag dienen. Als het ergens zo, als je tot God bekeerd wordt, wordt ook je portemonnee bekeerd. En waar moeten we ons dan van bekeren? Wat maakt nou dat we misschien juist wel geneigd zijn om karig te zaaien? Laat ik een paar dingen noemen. Het eerste is, als je zelf rijk bent,
Dat lijkt misschien helemaal niet logisch. Iemand die rijk is, die kan toch juist veel weggeven. Maar vraagt u het, de collectanten is na, en ze zullen er hier ook wel zijn, die met een collectebus langs de huizen gaan. Juist in de wijken en de straten met de deftigste huizen, met de grootste auto's op de oprit, is de opbrengst vaak karig. Terwijl mensen die zelf misschien ook wel eens moeten leven van het gegeven, juist wel ruimhartig geven. Wat dat betreft is het opvallend wat er in hoofdstuk 8 staat over de gemeentes in Macedonië. Daar is Paulus dus ook al langs geweest. Titus is langs geweest. En ze hebben ruimhartig gegeven voor de armen in Jeruzalem. Maar Paulus zegt, ze zijn zelf ook hartstikke arm. Ze hebben zelf te maken met verdrukking. En toch, ze zijn geweldig vrijgevig geweest. We hebben het niet onder dwang gedaan. Ja, dat zouden ze in Korinthe kunnen denken. Daar heb je Paulus weer. Nee, ze hebben vrijwillig gegeven om de armen in Jeruzalem te helpen, zelfs boven hun vermogen. En dat brengt ons bij een tweede reden waarom het zo moeilijk kan zijn. Kijk gemeente, wij moeten ons bekeren van de gedachte dat wij onze bestaanszekerheid kunnen vinden in ons geld. En dan gaat het niet om de hoeveelheid die je geeft. Jongeren, jullie hebben misschien helemaal niet zoveel te besteden. Als je een klein baantje hebt, een beetje zakgeld. Misschien vraag je wel af, nou dan komt binnenkort die collectezak bij ons langs, moet ik er ook wat in doen? Misschien dat je ouders wel daarover met je in gesprek gaan als die brief komt, dat kan zijn. Mooi moment om dat te doen. En dan laat je die collecte zitten of je laat die zak voorbij gaan. Of je laat die QR-code schieten. Collecte in de kerk, nou dat doen mijn ouders maar ik niet. En daar geef je niet voor. En dan kwam het best goed uit dat corona kwam. En het allemaal via de bank moest. Want dan hoef je er niks mee. Je geld is toch van jezelf? Dat heb je eerlijk verdiend. Ik ben misschien wel aan het sparen voor iets. En toch, gemeente, belangrijk om over te hebben. Ook voor jullie jongeren. Want geloven betekent vertrouwen op God. En dat betekent dus ook dat je niet je vertrouwen stelt op je geld. En daar je zekerheid in zoekt. En wanneer je dat weet, dan wordt het vanzelf makkelijker om ervan weg te geven. Datgene wat je kunt missen. En dat hoeft dus helemaal niet al je zakgeld te zijn. Maar karig geven, helemaal niet geven, betekent dat geld misschien voor jou nog heel belangrijk is. Denk aan die weduwe in de tempel, ze heeft maar een paar muntstukjes, het is echt niet veel. Maar Jezus zegt, ze heeft het meeste gegeven van allemaal. Want zij zoekt haar bestaanszekerheid niet in de geld, dat ze denkt, ik heb deze muntstukjes, ik kan maar één keer uitgeven. Ik moet er brood van kopen, ik moet er dit nog van kopen, dat nog van kopen. Ze gooit het gewoon in de offerkist. En ze stelt haar vertrouwen op God. Op zijn zorg. En dat maakt haar vrijgevig. En gemeente, dan is er nog een derde iets. Ik had het net bij die collectebus al over argwaan die in ons hart kan leven. Wordt mijn geld wel goed besteed? Is de nood voor dat gebied of voor die organisatie wel zo hoog dat ze mijn geld nodig hebben? Begrijpt u me goed? Het is belangrijk dat ook christelijke hulporganisaties en in christelijke gemeentes, kerkelijke gemeentes, dat er goede controles worden uitgevoerd. En dat er goed wordt gekeken hoe het geld ontvangen wordt en hoe het vervolgens wordt uitgegeven, hoe het wordt besteed en doorgegeven. Dat er goed wordt gecontroleerd, dat is niet uit wantrouwen, maar dat is uit zorgvuldigheid. Omdat wij in de kerk nou juist ook eenmaal weten en beducht moeten zijn voor wat er in mensenharten leeft, van waaruit ook allerlei ongerechtigheid kan opwellen. Maar kan het niet ook zo zijn, gemeente, dat het gaat zoals hier bij Paulus?
Paulus wordt van alles verweten wat gewoonweg niet klopt. Benader niet alles met sceptisch en argwaan, zo van zou mijn euro wel iets uitmaken daar. U mag ook wel wat vertrouwen hebben. Zeker als we als kerken geld inzamelen, dat het op een goede manier besteed wordt en dat er ook verantwoording van wordt afgelegd en controles worden uitgevoerd. En dat de diaconie bij het samenstellen van een collecterooster daar ook over heeft nagedacht. Zoals Paulus hier ook meerdere broeders verantwoordelijk maakt voor het inzamelen van de giften van de Korintiërs. Hij doet het niet meer zelf. Daar heeft hij misschien wel van geleerd. Moeten er meerdere zijn. Opdat er geen fraude zal zijn. Opdat er vertrouwen kan zijn. En gemeente, zo roept hij de gemeente op om vrijmoedig en blijmoedig te geven. Want dat is dan het tweede. Je mag vrijmoedig en blijmoedig God dienen met je geld. Want wat is het nu wat maakt dat je niet karig, maar zegenrijk mag zaaien? Niet verspillend, maar wel gul. Ruimhartig. Nou gemeente, dat begint bij het kennen van de Heere Jezus zelf. Dat is het uitgangspunt van waaruit Paulus dit allemaal schrijft. Namelijk dat je zelf leeft uit en bij de genade van de Heere Jezus. Zo komen we tegen in 2 Korinthe 8 vers 9. Paulus herinnert zijn lezers eraan dat ze toch de genade van de Heer Jezus hebben leren kennen. Ja, gemeente, die heeft u toch ook leren kennen? Dat hij arm is geworden, terwijl die rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Gemeente, de Heer Jezus die heeft de hemelse heerlijkheid verlaten omwille van ons. Opdat wij doordat hij arm is geworden, in de stal van Bethlehem, doordat hij zich vernederd heeft, gestorven is aan het kruis, ja tot in de diepten van de hel. Dat hij zich zo diep heeft vernederd, zo arm is geworden, opdat hij aan ons alles zou geven, zichzelf zou geven. Hij geeft zichzelf weg. Hij stopt zichzelf in de collectezak. Want je hebt hem nodig. De gemeente, komt dan niet ons geld en goed hier op aarde in een ander daglicht te staan. Dan is dat toch ook genade, of niet? Als je een mooi inkomen hebt. Als je vermogen hebt misschien. Paulus schrijft dan ook: God is bij machte om elke vorm van genade overvloedig te maken. Die God die de blijmoedige gever lief heeft. Omdat uit blijmoedig geven nu eenmaal blijkt dat je niet vastzit aan je geld en aan de God van het geld, de mammon. Maar dat je God vereert, dat je ook op zijn zorg vertrouwt, dat hij als een vader voor je zal zorgen, zodat het je aan niets ontbreken zal. Weet je, die God die de blijmoedige gever lief heeft, die vraagt niet alleen om blijmoedig te geven, hij stelt je ook in staat om dat te kunnen doen. Hij geeft het jezelf. En Paulus zegt nog iets. Want blijmoedig geven, dat is dan inderdaad zaaien. Als je zaait en het zaad komt op, en het krijgt vrucht, dan is er iets moois ontstaan. Nou, met geld mag u zaaien. Het mag tot verheerlijking van God blijken te zijn. Kijkt u maar naar vers 13. Wanneer de Korintiërs geven, dan mogen ze daarbij bedenken dat ze de armen in Jeruzalem blij maken. En dat is een overvloedige bron voor dankzegging. Daarin, in Jeruzalem, wordt de Heere God gedankt. Omdat ze genade hebben ontvangen. En dan heel concreet in hulp, zodat ze weer wat eten kunnen kopen. In hun armoede. Ze hebben het ontvangen, ze hebben er niks voor gedaan. Niet voor gewerkt.
Ze hebben het gekregen van broeders en zusters in het geloof. Nou, gemeente, door blijmoedig te geven, wordt genade dus heel concreet. Iets wat je gratis zomaar om niet krijgt, ja, dat hoort heel dicht bij het evangelie. En daarom is die collectezak ook op zo'n plek in de dienst. Voor de jongeren en de kinderen, als opvoeding, geloofsopvoeding. Maar zo mag u het zelf ook beleven. Zo mag de diaconie er ook mee omgaan. U wordt in staat gesteld om van de genade die je zelf hebt ontvangen te delen met anderen. Opdat ook zij blijdschap zullen kennen. Blijdschap in God de Heer en in zijn Zoon Jezus Christus, in wie je de grootste schat mag ontvangen. Ja, bij wie je dan mag eindigen. Zoals Paulus het doet in vers 15. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat is de gave van zijn Zoon en de gunst waarmee hij ons wil gadeslaan. En dan tenslotte, royaal zaaien. Dat mag je ook doen met het oog op een zegenrijke oogst. Gemeente, God die belooft ons zoveel. En daar mag u bij leren leven. Gelooft u dat hij het is die voor u zorgt? Dat zeggen we soms zo makkelijk. Maar Paulus die wil ons erop wijzen. De Corinthiërs die mogen weten dat God alle genade in hen overvloedig wil schenken. En ook dat ze in alles genoegzaam voorzien zullen zijn. Vers 11, ze zullen genoeg hebben om zelf van te leven. En je krijgt er ook zoveel andere gaven voor terug. In die vorm van dankbaarheid. En dan moet het je niet om te doen zijn. Niet dat je de daarvoor iets terug verlangt. Maar het mag u blij maken. Als je weet dat geld goed besteed wordt en de ander helpt en geholpen heeft. En niet alleen voor dit leven. Nee, ook met het oog op de toekomst. Geldt het, wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie zegenrijk en royaal zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Want gemeente, wie zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, die heeft een schat in de hemel. Wie hier op aarde zijn geld niet nodig heeft, om zichzelf overeind te houden, of om de ander wellicht voorbij te steken in voornaamheid of in weelde, in rijkdom. Wie zijn hart niet zet op geld en goed, maar op Christus zelf. Die heeft een schat waarbij al onze aardse schatten verbleken. Daar gaat de glans vanaf hoor. Ook als je een paar duizend euro op je rekening hebt. Of misschien nog wel veel meer. Of als je eindelijk dat ene ding hebt kunnen kopen, waar je al zo lang voor gespaard had. En zodra je het hebt, is het al een stukje minder bijzonder. Weet je, wie Christus kent en volgt, die mag weten een schat in de hemel te hebben die nooit vergaat. Bezit u, bezit jij die schat. Is hij, de Heer Jezus, de belangrijkste voor u? En heeft u hem van hem alle gaven ontvangen die je maar nodig hebt, in leven en in sterven? Want het is het werk van de Heilige Geest. Omdat door de verkondiging van het woord en van de sacramenten in je te werken en in je te versterken. Zoals hij dat ook vanmiddag wil doen. Zoals hij dat zondag aan zondag doet. Opdat we onze hoop niet zouden stellen op ook maar iets anders dan op Christus alleen. Op zijn Zoon, Gods Zoon, die alles heeft voldaan en zijn genade rijk en mild geeft. Leef daar dan uit, bij die genade. En laat dat maken dat u vrijmoedig, blijmoedig en verantwoord geeft. Opdat ook anderen dichtbij en ver weg mogen merken dat hij een God van ontferming en genade is. Dat hij nooddruftigen, alle die in nood zijn, en dat die armen uit genade ter hulp zal komen om ze te verlossen. Zaai dan niet karig, want wie karig zaait, zal ook karig oogsten.
Maar wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u dat we hebben mogen horen dat u, Heer Jezus Christus, uw rijkdom hebt afgelegd en arm bent geworden, opdat arme zondaren rijk zouden worden in u. Heren, wat een evangelie. Dat mag worden verkondigd hier onder ons en op vele plekken meer. En dat is wat we anderen ook gunnen. Dat ze dat zouden ontdekken. Wat de kracht ervan is, wat de blijdschap daarvan is. En Heer, er is ook zoveel nood in deze wereld. Waardoor mensen er helemaal niet aan toe kunnen komen om daarbij te leven. Waarbij mensen niet eens meer de kracht hebben en de tijd kunnen hebben om u te loven en te prijzen, omdat ze elke dag opnieuw bezet worden door de zoektocht naar eten, naar drinken, om te voorzien in het allernodigste van hun bestaan. Heere, werk met uw Heilige Geest in ons, dat we blijmoedige gevers zullen zijn. En we danken u, Heren, als u dat ook hebt gedaan en u doet dat ook in het midden van de gemeente. Om blijmoedig te geven, vrijmoedig te geven.
En Heer, wanneer we dan binnenkort ook weer in de diensten zullen gaan collecteren, geef dan dat we de juiste geestelijke houding daarbij mogen hebben. En dat het ons mag gaan om u en om uw koninkrijk, ja, ook om uw schepping, die zo zucht. Heer, we bidden u, geef ons de mogelijkheden om naar ons vermogen daaraan bij te kunnen dragen. En wilt u onze gaven dan nemen en gebruiken tot eer van uw naam. Ja, Heere, dat u daarvoor de dank mag ontvangen. Heere, werk met uw Heilige Geest in ons hart en leven, opdat wij bevrijd worden van de dienst aan afgoden. Ook geld en goed kan een afgod voor ons zijn of worden. Heere, als dat zo is in ons leven, wilt u ons daarvan verlossen, losmaken, opdat wij u, Heere Jezus, zullen toebehoren en op u zullen vertrouwen, op uw zorg en op uw leiding. Heere, wij danken u dat we zo vanmiddag samen mochten komen hier in de kerk. Gaat ook met ons mee als we straks naar huis gaan en we gaan een nieuwe week in. U kent de verantwoordelijkheden die daarin op ons wachten. Wilt u ze voor ons gemakkelijk maken en geef ons daarin wijsheid en kracht in ons werk, in de zorg voor onze kinderen. Heer, wanneer we ook in de avond van het leven gekomen zijn, wilt u ons dan vervullen met uw geest, dat onze gebeden zich mogen vermenigvuldigen voor uw koninkrijk, voor uw kerk. Heer, wij bidden u of u ons als gemeente ook bidders wil geven, die in getrouwheid bidden om de voortgang van uw woord en uw werk ook onder ons. Heere, wilt u met ons meegaan als we de nieuwe week ingaan en als we ook van hier gaan zometeen. Leid ons over de wegen, beveilig ons. Geef dat we ook in het vervolg van deze zondag de vrede van u, Heere God, mogen ervaren in ons hart. En dat we onze hoop mogen stellen op u, drie-ene God. Hoor naar onze gebeden en vergeef ons wat niet was in spreken en in luisteren naar uw wil. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij mogen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 118. Daarvan het 14e vers, een lofpsalm voor de Heere. En u mag dus uw gave geven. Ook vanuit deze dienst nu nog via een bankoverschrijving of straks bij de uitgang. We zingen Psalm 118, vers 14.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.